Ik ben weer terug met een nieuwe Star Stable update video. En vandaag is hopelijk de dag dat ik level 23 word. Want kijk, ik ben er echt bijna. Dus ik hoop heel erg dat dat gaat lukken. Want we hebben genoeg te doen in deze video. Want als eerste gaan we hier zo naar deze schijnwerpers. Er is namelijk weer een paardenmarkt met echt hele goedkope paarden. Dus daar wil ik even kijken. En er is ook nog een nieuwe race uitgekomen met vosjes of zo. Ja, ik heb het allemaal nog niet gezien. Dus doe een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En dan gaan we snel beginnen. Nou, dit is trouwens wel leuk. Want die nieuwe paardenmarkt. Maar die is dus in Moorland. Dus ook als je geen Star Rider bent, dan kan je hier dus kijken. En ik ben wel benieuwd hoe groot alle aanbiedingen zijn. Want Star Stable kennende zitten er soms wel verrassende aanbiedingen tussen. Ik zie hier al een paar paarden staan. Oh, 4 paardenrassen. En oh, allemaal kraampjes met zooi. Oh, ik hoop dat de kleding en zo ook is afgeprijsd. Want dat is altijd heel duur. Oké, dus dat echt heel veel. Oké, laten we gewoon beginnen hier met de huisdieren. Welke aanbiedingen zitten er hier tussen? Oh, is dit een aanbieding? 240 Starcoins? Dat vind ik eigenlijk nog steeds heel duur. En deze knuffeltjes, maar die kunnen niet naast je lopen. Ja, kijk, die varkentjes, die zijn wel heel erg schattig. Maar kunnen die naast je paard gaan lopen? Dat denk ik eigenlijk niet. Het enige dier wat naast je paard kan lopen is heel erg duur. Want voor dat bedrag kan je ook gewoon bijna een pony kopen. Dus oké, het wordt geen nieuw huisdier vandaag. Oh, maar dit zijn allemaal wel hele nieuwe paardenrassen. Deze is nou 510 Starcoins, het Finse paard. Oh, dat is wel een van mijn favoriete rassen. Ik heb namelijk ook deze. En ik heb altijd al gezegd, ik wil sowieso nog een keer zo'n Fins paard kopen. Maar welke kleur dan? Oh, en dit is een soort paardkoe. Die ziet er heel apart uit. Oh, maar er zitten echt wel weer toffe kleuren tussen. Oké, dus als je dit paard ook nog een keer wil kopen. Dit is Red Friend bij mij. Die is nu dus in de aanbieding voor 510 Starcoins. Dat is echt wel een goede aanbieding. Die zijn echt wel heel goed afgeprijsd. En oh, kijk, deze heb ik ook. De Tennessee Walker. Die kost nou ook 570 Starcoins. En anders was die volgens mij, ja, bijna 900 Starcoins. Hij was in ieder geval heel erg duur. Want hij heeft in mijn video gezeten met de top 10 duurste paarden. Oh, maar dit is wel heel erg leuk. Dit zijn echt wel goede aanbiedingen. Alleen ja, die paardenrassen die heb ik al. En deze heb ik ook. Letterlijk ditzelfde paard. Dit is de Gotland Pony, als ik het goed zeg. Ja, kijk, al in bezit. Oh, deze is nou 450 Starcoins. Ja, ik weet niet meer hoeveel deze... Oh, deze is schattig. Ik weet niet meer hoeveel deze eerst kostte. Maar dit is ook wel een goede aanbieding, denk ik. Oké, maar ook dit ponyras, die heb ik al. En hiernaast hebben we een paard, is de Pasofino. En ook deze heb ik. Nou, ik heb ze allemaal. Oké, maar natuurlijk niet alle kleuren. Deze kost nu 570 Starcoins. En volgens mij was deze ook rond de 900 Starcoins. Oh, deze is ook heel mooi met die witte voet hier. Wauw! Oh, en deze is ook heel gaaf. Wow. Deze lijkt natuurlijk altijd een beetje op Uraya qua kleur. Dus deze vind ik ook wel heel leuk. Maar ik had er eigenlijk helemaal niet op gerekend om vandaag een paard te kopen. Want ik hoop eigenlijk gewoon level 23 te worden in deze video. Dus even kijken. Wat hebben we hier? Hier kan je voer kopen voor je paard. Maar ja, dit lijkt me eigenlijk niet echt aanbiedingen. Volgens mij zijn dit gewoon de standaard prijzen. Het volgende kraampje is de opslagruimte. Dus daar kan je niks kopen, maar gewoon al je zooi bekijken. Nou, oké. Ik doe dan wel eventjes een andere outfit aan. Is dit leuk? Een beetje een gele outfit. Ja, we doen wel een keer wat anders. Oh, maar dit tuig, dat ziet er wel goed uit. En volgens mij krijg je hier best nog wel veel punten voor. Dus dan heb je voor weinig geld. Ja, oké, blijft natuurlijk veel geld. Maar het is een aanbieding. En dan heb je een mooi setje. En volgens mij ook nog gewoon de complete punten. Ja, rijden 8. Oh, maar dit is wel een heel tof jasje hoor. Dan is dat echt niet veel voor 5000 Jorvik shillingen. Dat heeft Star Stable nu wel een keer goed gedaan. Goede aanbiedingen. En het kraampje hiernaast. Oh, is dit dan misschien normaal? Huh? Wacht, nee, huh? Huh? Dit is hetzelfde kraampje. Staan die nou gewoon letterlijk concurrenten van elkaar? Oh ja, kijk. Ze delen een kraam. Nou, dan lijken het gewoon twee verschillende verkopers, maar ze verkopen hetzelfde. En je ziet hier allemaal jurkjes hangen, maar er wordt eigenlijk alleen western tuig verkocht. Oké. Oké, en hier is dit gewoon een gezellig, ja, soort van cafeetje. Dat is wel leuk gedaan. Ja, dus dat is wel leuk. De paardenmarkt, die blijft dus maar 1 week. Dat is heel erg kort. Dus ja, wees er snel bij als je wat wil kopen. Deze paarden zijn echt wel goed afgeprijsd. Dus als je nog een paard wil kopen, nou, dan kan je ze hier dus goedkoop kopen. Ik heb alle paardenrassen al en ik wil eigenlijk wachten totdat er weer een nieuw ras komt. Dus ik ga nu niet gelijk al iets kopen. Maar het is denk ik vooral ook heel erg leuk voor de mensen die geen Star Rider zijn, dat je deze paarden, die anders dus normaal in Star Rider gebied staan, dat je ze nu goed kan bekijken. Dat is wel heel tof. Dus laat even weten in de reacties. Doe een rood hartje als jij Star Rider bent en doe een blauw hartje als je geen Star Rider bent. Ja, zet het even in de comments. En dan gaan we nu naar de missie waarbij ik hopelijk dus level 23 word. We moeten helemaal naar, ja, naar het Gouden Heuvelvallei. Dus ik heb geen zin om dat te lopen. We pakken natuurlijk lekker de paardentrailer. En ja, ik ben dus inderdaad weer terug met de Star Stable update video. Want de laatste Star Stable video was volgens mij 3 weken geleden. Want zoals jullie misschien wel weten, doe ik wat meer Sims video's. Want de Sims is gewoon echt ook super leuk met de paarden. En jullie vinden de Sims ook heel erg leuk om te kijken. Ik weet dat er nog heel veel vaste Star Stable kijkers zijn die zeggen, ik vind Star Stable leuker. Maar jongens, geef echt de Sims video's ook een kans. Want ze worden ook heel goed bekeken. Jullie vinden ze hartstikke leuk. En de Sims video's vind ik zelf gewoon ook echt heel leuk om te maken. Dus heb je er nog
in één gezien. Kijk er zeker even één. En volgende week ga ik ook weer de Star Stable update filmen. Want dan komt eindelijk Halloween. Ja, mijn favoriete tijd op Star Stable van het jaar. Volgende week komt Halloween al. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Heb je daar ook zin in? Doe een duimpje omhoog. En dan gaan we nu starten met de missie die mij hopelijk dus level 23 gaat maken. Oh jee, oh jee. Ontdek waar Jasper last van heeft. En ik krijg 10 XP. En ik moet nog 15 XP. En dan ben ik level 23. Oké, dit is net niet genoeg. Zul je net zien dat dit misschien echt zo één missie is. En dan krijg je daarna geen XP meer. Dat zou wel heel lullig zijn. Er lopen kleine vosjes rond die allerlei rottigheid uithalen op de boerderij. Ze rennen tussen mijn pompoenen door. Gooien kratten omver als ze verstoppertje spelen. Oké, er is sensatie. Oh, daar gaan ze. Oh nee, ze slopen die hele boerderij van Jasper. Wat jammer nou. En hij is natuurlijk te oud om erachteraan te rennen. Want dan breekt hij al zijn botten. Onderdeel afgerond, maar ik heb mijn XP niet gekregen. Oh, ik moet iets verder in het bos. Oké. Het wordt nog spannend wanneer ik level 23 ga worden. Maar goed, level 23 is natuurlijk een echt heel erg hoog level. Ik ben nu level 22 en ik heb er bijna 2 jaar over gedaan om naar 23 te komen. En volgens mij kan je dus ook al level 24 en 25 worden op Star Stable. Dus dat is echt heel hoog. Maar ik kan natuurlijk wel eventjes zeggen hoe ik zo'n hoog level ben gekomen. Nou ja, als eerste heb ik natuurlijk al 10 jaar lang een Star Stable account. Dus ja, elke verjaardag, elke Halloween heb ik allemaal meegespeeld. En daar krijg je allemaal XP van. Dus eigenlijk, ik speel al zo lang dat je al heel veel missies hebt meegemaakt. Dus dat is een heel groot voordeel. Maar ook, ik verklap hem al een beetje. Doe mee aan elk evenement die op Star Stable tegenkomt. Nou, denk aan het Ruitenfestival, Halloween, de verjaardag, als zometeen weer kerst komt. Want dat zijn allemaal van die tijdelijke missies waar je toch nog wel heel veel XP voor kan krijgen. Kijk, ik heb hier natuurlijk ook missies openstaan en daar krijg ik XP voor. Maar deze missies, die staan er misschien al 4 jaar lang. Die blijven gewoon voor altijd staan, net zolang totdat ik een keertje afmaak. Maar die Halloween dingen en die kerstdingen, dat zijn tijdelijke evenementen. Dus je hebt maar heel korte tijd om daarvoor die XP te pakken. Dus straks is het Halloween en stel je gaat die missies niet doen, dan kan je ze een maand later gewoon ook niet meer doen, want dan is Halloween weg. En doe gewoon echt met zoveel mogelijk dingen mee met gele uitroeptekens, want daar krijg je dus de XP van voor je poppetje. En je hebt ook de blauwe uitroeptekens en daarmee krijg je reputatie. En op een gegeven moment kan je daar ook weer gele uitroeptekens mee vrijspelen, om het zo eventjes te zeggen. Maar uiteindelijk zal je met de gele uitroeptekens dus echt XP voor je poppetje gaan krijgen. Die zijn dan het belangrijkste. En heb jij nog tips om een hoog level te worden op Star Stable? Laat het even weten in de comments, want dan kunnen we elkaar weer gaan helpen. Dan vind ik echt altijd zo superleuk als we elkaar gaan helpen. Maar goed, is dit de missie die mij nou level 15 gaat maken? Level 15? Ik bedoel 23. Nee. Bijna nog 5 XP. Oh, het is zo spannend. Bedenk een leuk spel voor de vosjes. 10 XP. Oké, als ik deze missie goed maak, dan moet het wel lukken. Oké, ik denk dat het gaat gebeuren. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar de missie is gedaan. En nu ga ik, als het goed is, level 23 worden. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Oké. Ja! Oh, wat een prachtig mooi muziekje speelde zich af. En zag je die balk? Die was heel mooi paars. En die ging ineens... Die ging weer helemaal leeg. Nou kan ik weer opnieuw gaan beginnen. Oh, maar ik ben wel level 23. Nou, is dat eventjes leuk. Kijk dan, hoeveel XP is het wel niet? 100.005 XP. Wow, yo. En ik moet 10.000 XP halen als ik level 24 wil worden. Oké, daar gaan we denk ik echt ook weer 3 jaar over doen. Dus dit was een heel zeldzaam moment. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Dit is wat er gebeurt als je een hoger level wordt. Oh, we zijn nou ook echt een race aan het doen. Maar het is niet zo dat je geld krijgt of zo. Eigenlijk kan je helemaal niks met een hoger level. Oh, maar dit is dus de nieuwe race van de update van vandaag. Die dus nieuw is toegevoegd aan het spel. Hier draait de hele update om. En oké. We rennen een beetje door die hoopjes met bladeren heen. En die vosjes rennen ook voor ons. Oké. Het is wel een hele schattige race, want er klinkt wel hele schattige muziek. En kijk, er zitten pompoenen tussen die hindernissen in. Hé, wat ligt daar? Huh? Een gat in de grond. Oh, wacht. Ik moet wel blijven opletten. Oh jee. Oké, daar een hoop met bladeren. Oh jee. Oh. Oké, daar gebeurt niks mee. Het is niet zo dat als je door de bladeren gaat, dat je dan langzamer gaat of zo. Eigenlijk vliegen die blaadjes gewoon weg. Het is gewoon een leuk herfsteffect. En die vosjes rennen dus ook om mij heen, maar eigenlijk doen ze helemaal niks. Het is niet zo dat ze je saboteren of zo. En wow, we zijn er! Nou, krijgt mijn paard dan ook nog wel een beetje XP? Dat zou wel leuk zijn. Ja, oh, we zijn nog niet klaar. Maar mijn paard heeft wel XP. In het bos vind ik vast wel wat dingen waarmee ik een schuilplaats voor ze kan bouwen. Maak een plek waar de vosjes kunnen uitrusten. Oké. Kijk trouwens hoe die alien ook plat ligt op de grond. Ah, heel leuk. Ja, ik had wel iets meer sensatie van de race verwacht. Als in dat die vosjes misschien ons zouden saboteren. Dat je strafpunten zou krijgen. Eigenlijk is het gewoon niet anders dan een normale race. Maar ze hebben hem wel leuk aangekleed met
met die hopen bladeren en met die pompoenen. Oké, we hebben hout verzameld, dus ik ben benieuwd wat voor hut we hier nou weer van gaan maken. Oh, de schuilplaats is al klaar. Ik denk, we gaan nou gewoon iets in elkaar bouwen als een IKEA-pakket, maar het staat er al. Oké, ja, het is al klaar nou. Is dit het? Ah, die ene vos wordt niet goed, joh. Die zit achter elkaar rondjes te rennen. Maar is dit de race? Speel samen met de vosjes in de bladeren. Ja, dat hebben we net gedaan. Oké, nou, dan is dit de nieuwe race. Ik denk dat deze wel hier definitief blijft. En dat is op zich wel leuk, want Star Stable doet natuurlijk heel veel races. En ja, dat zijn natuurlijk de wat minder grote updates. Maar het voordeel is wel dat sommige races echt blijven staan. Dus als je nou bijvoorbeeld hier wil racen, nou, dan heb je bij Emma al XP die je kan halen. En dan kan je daarmee ook dus je paard trainen met die race. Dus al met al, als Star Stable natuurlijk veel nieuwe definitieve races blijft toevoegen, kan je steeds sneller je paard trainen, omdat er gewoon meer races zijn. Nou, al met al vind ik het wel een hele leuke update, want vooral de markt is ook echt heel erg leuk. Als je eindelijk een keertje het paard wilde kopen en dan is hij gewoon nu in de aanbieding. Dus hopelijk vinden jullie dat nieuws ook leuk. En doe natuurlijk een duimpje omhoog als je zin hebt in volgende week en abonneer ook op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie zaterdag weer terug bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!